De internationale scheepvaart wordt steeds groener en duurzamer. De focus is op efficiënt varen. Minder brandstofverbruik is niet alleen de oplossing voor de hoge brandstofrekening, het is tevens een milieubewuste keuze. Leo Blankenstein van VAF Instruments vertelt over de trends en ontwikkelingen op dit gebied. Erik van Ballegooien laat de nieuwste innovaties zien die optimaal inzicht geven in de efficiëntie van het schip. De grote uitdagingen waar de internationale scheepvaart voor staat op dit moment zijn besparen op de brandstofkosten en varen met minder uitstoot. Dus efficiëntie en duurzaamheid. Internationaal wordt de regelgeving in toenemende mate aangescherpt. En een van de manieren om hier goed mee om te gaan voor scheepseigenaren is om te investeren in meetapparatuur. Waarmee je beheersing krijgt over de voortstuwing van het schip en daar de optimale efficiëntie uit kan halen. Brandstofprijzen zijn normaal gesproken hoog. Het is een enorme kostenpost in de scheepvaart. Tot aan 60% van de totale operationele kosten. De beste manier wat ons betreft als leverancier van meetinstrumenten is investeren in meetapparatuur. Waardoor je allerlei signalen aan boord van het schip kan combineren in een slim stuk hardware en software. Dat je de gegevens kan bewerken en de bemanning en het hoofdkantoor voorziet van informatie om optimaal te presteren met het schip. De efficiëntie van een schip is uiteindelijk de hoeveelheid brandstof die je nodig hebt om van A naar B te komen. Echter, als je hier in detail naar kijkt, dan zijn er een aantal deelrendementen. Ten eerste is er de hoofdmotor. Hier gaat het brandstof in en er komt vermogen uit. Ten tweede is er de scheepsschroef. Deze zet het motorvermogen om in stuwkracht. En ten derde is er de stuwkracht van de scheepsschroef die wordt gebruikt om de scheepsweerstand te overwinnen en uiteindelijk een bepaalde scheepsnelheid te halen. Door middels de Thetasense het vermogen naar de schroef en de stuwkracht van de schroef te meten, ben je in staat het rendement van de schroef en de weerstand van de romp van het schip separaat te meten. Een schip bijvoorbeeld zal ten gevolge van aangroei en beschadigingen over de tijd een lager rendement gaan krijgen. Thetasense provide important information for monitoring efficiency and performance of the ship's propulsion. With this measurement combination with VAF instrument, flow sensors, viscosense, give an overview of the main engine and propeller's performance. This is at the end fuel consumption. For example, in case the propeller efficiency decreases with 3%, this will result 200,000 additional fuel cost per year. Monitoring ship's efficiency and performance is therefore essential to save fuel cost and reduce environmental impact by emission. Als een groot containerschip over de tijd een 20% lager rendement heeft gekregen, dan betekent dit een toename van het brandstofverbruik van zo'n 6000 ton per jaar. Dit komt overeen met een extra CO2-uitstoot van zo'n 20 miljoen kilo per jaar. Middels de schroefstuurkrachtsensor kun je dit rendementsverlies monitoren en tijdig onderhoudsactie ondernemen. Om de performance van schepen verder te kunnen verbeteren, worden steeds meer sensoren toegepast aan boord van de schepen. The Internet of Things vindt er ook plaats aan boord van schepen. Je kunt dan ook spreken van The Internet of Ships. Al deze sensoren leveren heel veel gegevens die je vervolgens via satellietverbinding naar het kantoor kan sturen. Deze big data kan dan op het kantoor van de scheepseigenaar verder worden geanalyseerd via het IV Ship Performance Monitoring Tool om zo verdere brandstofbesparingen en CO2-uitstootreducties te realiseren. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het verduurzamen van de scheepvaart.